Die heeft ons al heel wat jaartjes lastig gevallen met gezelschappen. Het begon allemaal in de jaren 70 met Boney M. Daar was deze Frank Farian ook verantwoordelijk voor. Vervolgens kregen we Milli Vanilli, maar die konden niet zingen. En dat maakte niet ook bekend ook uiteindelijk. We hebben ze nog niet zo kort geleden ook hier gehad in de studio. Captain Jack, ook dat is van de hand van Frank Farian. En nu ook deze drie heren, No Mercy. En ik ben benieuwd of ze echt zelf kunnen zingen. Maar daar zal hij wel over nagedacht hebben dit keer. Hier is de alarmschijf van de afgelopen week. No Mercy met When I Die. Opvallend veel goud en platina in de lijst van vandaag. En hier heb ik het niet over goud, gouden tanden en platina neusbeentjes. Nee, ook Toni Braxton heeft er inmiddels een aantal thuis staan. Het gaat natuurlijk om platina platen vanwege de enorme verkoop van singeltjes. Toni Braxton zakte wel in de top 40, één plaatsje naar nummer 11 met Unbreak My Heart. En voordat we doorgaan met de top 10, heb ik hier eerst het overzicht voor je van de nummers 20 tot en met 11. Kijk en luister mee. Op 20 van 27 Bohemian Rhapsody van de Braids en Charlie Lonois en Mental Theo met Street Kids, 10 plaatsen omlaag naar 19. Op 18 blijven staan Last Night van As Yet and I Can't Help Myself, The Kelly Family op nummer 17 van 8. Met stip omhoog naar 16, I Ain't Mad At You van Tupac, Robert Miles met One and One met stip omhoog naar 15. Op 14 blijven staan Lange Nacht van Linda, Rose en Jessica en June Who Wants to Live Forever zakt 1 plaatsje van 12 naar 13. Van 17 naar 12 met stip Aisha van Khalid en Unbreak My Heart van Toni Braxton omlaag van 10 naar 11. Op nummertje 10 in de Nederlandse top 40 vinden we MC Rage. Hij stijgt met superstip 5 plaatsen met zijn Fuck Macarena. Nummer 10. Nummer 9. Tering, het kriebelt. Zo, dat is lekker glad. Soul and house, hits, tips, and classics. The Music Factory. Music, movies, and lifestyle. All on one channel. The Music Factory. TMF beats your system. Number 8. Blokje hakken in de top 40. Na MC Rage zag je achtereenvolgens Hakkebar, die met Gabbertje 6 plaatsen zakte. En zojuist waren dat Flamman en Abraxas. En ook zij zakten wel van 4 naar nummer 8 met hun Good To Go. Op de 7e plaats vinden we met stip Gala. Zij stijgt 4 plaatsen met Freed From Desire. En ook dat is een oude alarmschijf. Nummer 7. Nieuw. Nummer 6. De klapper van de week zag je van iets binnen op nummertje 6. Dat was Don't Cry For Me Argentina van Madonna. En het lijkt erop dat Madonna daarmee dezelfde kant op gaat als Julie Covington in 1977. Want die scoorde toen met Don't Cry For Me Argentina een nummer 1 hit. En bleef ook ongeveer 5 jaar staan. Op de 5e plaats staat net als vorige week, ik koop het trouwens niet voor je. Op de 5e plaats is dus net als vorige week 3T. Hier is hun I Need You. Nummer 5. Nummer 4. Volgens Marco Borsato. Hij zakte 2 plaatsen van 2 naar nummer 4. Eén plekje hoger in de top 40 op nummer 3 vinden we weer een stijger. En mede dankzij de blootfoto's van Gary is deze groep nog populairder geworden dan ze al was. Met stip van 6 naar 3 gestegen zijn natuurlijk de Spice Girls. And 2 become 1. Nummer 3. Nummer 2. Hij wil helemaal niet populair worden. Hij wil helemaal niet optreden. Hij wil niet beroemd zijn. En hij wil helemaal geen hit. Maar met Superstip schiet hij wel door naar de 2e plaats. Gabber Piet was dat natuurlijk met hakken en zagen. Voordat je kunt gaan kijken naar de nummer 1 heb ik hier eerst het laatste overzicht voor je van de nummers 10 tot en met 2. En dat doen we in videofragmenten. Sorry motherfuckers, dance the Macarena. Fuck the Macarena. Waar is Gabbertje? Rare Gabbertje. Waar is Gabber met zijn kalme schoenen? Don't cry for me, Argentina. Five. I need you, and I couldn't live a day without you. Yeah. Good afternoon, three. I need some love like I never needed love before. I wanna make love to you. Boing, 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 hakken en zagen, zagen en hakken, hopla de raar. En ja, wat zou er nog steeds op de eerste plaats staan? Wat is nog steeds de best verkochte plaat van de afgelopen week? De populairste deun van het land. En natuurlijk, zonder twijfel, no doubt. Voor de 3e week op de eerste plaats, hier is Don't Speak.
Nummer 1. Nog steeds de populairste deun van Nederland, zonder woorden en zonder twijfel. De nummer 1 van deze week, No Doubt, met Don't Speak. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Nederlandse top 40 voor deze week. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe. En mocht je een deze dagen nog zo'n handig kaartje tegenkomen, vul het dan in en zorg ervoor dat jouw stem ook meedoet voor de TMF, de Music Factory Awards 1996. Wie waren de populairste artiesten van het afgelopen jaar? Ik ga je spreken een andere keer hier op TMF. Graag tot dan. Factory Facts.